Laat me alvast beginnen met te zeggen, er is nog geen enkel geval van corona geconstateerd door het ministerie van Volksgezondheid. Natuurlijk, iedereen is angstig. Er gaat zoveel de ether in. Social media vandaag aan de dag heeft zoveel goeds, maar kan ook zoveel kwaads en paniek brengen. Ik wil u echt verzoeken, wacht u op de formele berichtgeving. En laten we met z'n allen hier in Suriname geen paniek zaaien. Kowilek saranama no kar siki kong. Want asiki no ja. En we gaan. En mocht het komen, zijn we goed. We zijn goed daarop voorbereid om elk geval goed op te vangen en te begeleiden. Zodat het geval weer gezond kan worden. Tot vandaag is de novel coronavirus 2019 met het aantal besmettingen van 9000 zoveel en 213 doden per vandaag, is dat omgerekend nog steeds ergens tussen de 2% en 4%. Er is ook goed nieuws in die tussentijd geweest dat er severe cases van coronavirus in China zijn er al 170 mensen ontslagen die eerst waren opgenomen met heel ernstige longklachten en met een goede benadering met het WHO-protocol, met de richtlijnen gevolgd en de behandelmethodes, zijn deze mensen dus uit het ziekenhuis ontslagen en als genezen. Dus het begint de goede richting in elk geval alvast op te gaan. De symptomen zijn als bij alle andere griep. Symptomen, griepklachten, griepachtige klachten, koorts, hoofdpijn, zwakte, algemeen gevoel van onwelzijn, spierpijnen, lichaamspijnen, precies als een griep. Hoesklachten, ademhalingsproblemen, niezen. En op een gegeven moment wanneer de ademhalingsproblemen dus dan erger worden, en er is net als bij een griep wanneer u beslist om naar een dokter te kunnen gaan. Nou, deze griep kan ik toch wel met paracetamol verder aan. Totdat die ergere vorm aan begint te nemen en u iets meer begint te hoesten. Kan dat ook het geval zijn zoals bij elk ander griepvirus. Kan dat ook het geval zo zijn als bij coronavirus. Zoals alle andere virussen, alle andere griep is voorkomen altijd nog steeds. Preventieve maatregelen, handen wassen. Klinkt gek. Maar handen wassen. Veel de handen wassen. Gewoon met water en zeep. Afdrogen met een wegwerpdoek. Elke keer proberen zo min als mogelijk met griepmensen een bosje en een brassa te doen. Bij de handdrukken ook. Zo vaak als mogelijk de handen desinfecteren. Het lijkt een beetje vervelend, maar het gaat om je eigen gezondheid ook bewaren. En de eigen voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Bij dit virus weten we dat het dus van dieren is gekomen. Als er zieke dieren zijn, probeer daar zo ver mogelijk van weg te blijven. En als er mensen met griep in de buurt zijn, vooral als u baby's heeft, als u zwanger bent, als u iets ouder bent, dus de risicogroepen, dat u daar van die persoon het meest uit de buurt blijft. En dan gaan we niet zeggen dat die griep ook direct een coronavirus kan en die griep zijn. Ja, zoals de directeur aangaf, is het de plicht van de burgerij om ook aware te zijn om voor zijn eigen hygiëne te zorgen. Ze zei, griepachtige virussen die worden overgedragen van mens op mens. Maar die kan je heel makkelijk voorkomen door je handen te wassen. Hoest in een papieren zakdoek, direct weggooien. Hoest of niet in je elleboogplooi. Dat zijn de preventieve maatregelen. Dat is niet alleen geldig voor coronavirus, maar voor alle griepvirussen. Ik wil nogmaals een beroep doen op iedereen. Doe niet aan fake news. Dit heeft te maken met ons aller gezondheid. Zaai geen paniek. En wij hebben alles onder controle. Het kan virus, we gaan u niet kunnen garanderen. Het komt Suriname niet binnen. Wij doen er alles aan om het niet toe te laten. En mocht het toch het geval zijn, net wat de directeur zegt, we hebben alles in place om het op te vangen.
laten we elkaar niet paniekerig maken. Wij van de volksgezondheid zullen niet schromen. Het moment dat er een geval is, gaan wij u informeren. Wij gaan niks geheim houden. Als u ziek bent, belt u 178 of gaat u naar de huisdokter. Als u wat te melden heeft. Als u vindt dat op de hoek er mensen met mondmaskers rondlopen en iets lijkt verdacht of iets. Ga het niet posten, maar bel 178. 178 is onze hotline van het BOG.